Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Sims 4 aflevering. Ik ben Melvin en ja, wij kijken nu ook naar mijzelf. Best wel rare gedachten nu eigenlijk als ik erover nadenk. En dat pas na 33 afleveringen. Nee, in ieder geval mensen, we zijn weer terug. En de vorige aflevering gingen wij op zoek naar een vriendje voor Lara. En dat verliep niet helemaal volgens plan. En wat blijkt nou? Ze kan niet eens met een jong volwassene gaan. Of ik heb de reactie verkeerd geïnterpreteerd die ik toen had gelezen. Waarin stond van ja, ze kan wel krijgen met een jong volwassene. Of jullie hebben mij gewoon bedrogen. Nee, dat kan ik echt niet. Oké, grapje. Nee, jullie hebben mij zeker weten niet bedrogen. Ik ben gewoon slecht in het voorbereiden van mijn aflevering. In ieder geval, wij zijn hier terug. En laat ik maar gelijk beginnen met leuk nieuws. En dat hebben jullie net ook al een beetje kunnen zien in de intro. Ik heb de uitbreiding gekocht voor dit spel. Ja, Sims in de natuur. Ik ben dan ook van plan om deze aflevering gelijk met elkaar op vakantie te gaan. Ja, ook al bedenkt me nu net dat het maandag is en iedereen weer moet werken en... Ja, wauw, ik ben echt weer heerlijk op tijd bezig gegaan met het kopen van zo'n pack. Ja, wauw, ik zit er nu echt over te denken van wat ben ik een mogol. En ik zie trouwens dat Liberty over fucking 7 uur moet werken. Oh mijn god, en Lara en Patricia die moeten zometeen naar school. Die moeten ook allemaal geconcentreerd proberen te... Oh, dit wordt weer echt een drukke aflevering jongens. We gaan weer een heleboel dingen uitvoeren. Ik laat Melvin in ieder geval even schaken, want die moet geconcentreerd worden om dus als het ware die carrière prestatie te krijgen. Dus daar gaan we ook voor. Dan heeft hij namelijk de ideale omstandigheden om een promotie te krijgen. Ja, maar in ieder geval dat laten we wel even voor wat het is. Ik ga eerst even kijken naar de bouwmodus, waar nu natuurlijk ook allemaal nieuwe producten zijn. Kijk eens aan, holy shit. Maar nee, ik ga even kijken bij voorwerpen en dan hier ergens. Ik ga in ieder geval op zoek naar die, raket. Ja, welke is het? Is dit hem? Steampunk vliegding? Ja, kijk, raketwetenschapsvaardigheid. Of is dit hem? Apollo ruimteschip. Welke moeten we nu hebben dan? Volgens mij is dit hem die we moeten hebben. Maar die kost dus 5000 simoleon dollars. En we hebben er nog maar 3000. Dus we moeten nog even gaan sparen. En ik denk dat ik zo meteen daar maar even mee ga beginnen. Door Melvin wat te laten hacken. En wacht! Volgens mij, dit schiet me opeens te binnen. Hebben wij nog een tafel? Ja! Een fucking tafel van 905 simoleon dollars. Die we nog kunnen verkopen. Hier, daar zitten we gelijk op de 4000. Het schoot me opeens te binnen dat ik de vorige aflevering met Liberty zo'n tafel had gemaakt en die ik nooit had verkocht. Nee, maar we hebben in ieder geval nu verkocht en Liberty die moet zo meteen energiek worden. En energiek kan we door een snelle douche. Dus als ze opstaat, moet ze zo meteen maar even gelijk een snelle douche nemen en moet ze even wat eten. Dan heeft ze in ieder geval alle omstandigheden om een promotie te kunnen krijgen. En nee, al het eten is op. Oh mijn god, Melvin, dan moet jij maar even gaan koken. Shitzooi. Nou, ga maar even wat koken. Ga maar even lekker... Wat is lekker? Wat is lekker voor in de ochtend? Appeltaart. Fucking lekker. Ga dat maar in de ochtend maken, ja. En kijk, Lara gaat naar school en Patricia is ook naar school gegaan. En jullie hebben mij verteld dat ik dan nu gewoon vrienden maken moet gaan doen. Ja, gewoon de optie vrienden maken. Dus als Lara op school is, gaat ze gewoon vrienden maken. En dan als het goed is, krijgen we dan zometeen een lijst met allemaal tieners. Die dan dingen. Lekker duidelijk, godsamme. Nee, jullie begrijpen mij vast en zeker wel. Ik ga het niet eens uitleggen. Nee, Melvin, jij moet in ieder geval even stoppen met schaken en dan even bezig gaan met het koken. Want als Liberty zo meteen beneden komt, energiek, ja ja, dit moeten wij hebben. Ze is 4 uren energiek en ze moet over 6 uren werken. Oh, nou ja, dan moeten we haar zo meteen nog maar even wat koffie laten geven. En fucking hell, we hebben toch een schoonmaker? Moet je zien hoe fucking vies het is. Wat de heck, joh. Nou, Melvin, jij bent in ieder geval nu bezig met koken. Helemaal mooi. En dan moet Liberty zo meteen maar even eten. Oh mijn god. Ik kan opeens vies veel dingen maken. Een muurkunstwerk. Een spiegel. Wat? Ik ga gewoon een muurkunstwerk maken. Ik ben benieuwd wat dat is. Ga daar maar eens mee bezig, Liberty. Terwijl, oh, Melvin heeft de appeltaart. Oh mijn god, die ziet er lekker uit. Oh, ga eens daar maar een portie van pakken, Liberty. Oh mijn god, want je hebt honger als een beer. Dus neem daar eens maar een stukje van. En daarna mag jij bezig gaan met zo'n meubel. What the fuck? En we hebben weer royalties binnen. Hupsakee, we komen steeds dichter in de buurt van de 5000 simdollars. En als we dat hebben, dan ga ik een deur plaatsen. En ga ik even een kleine achtertuin maken. Ja, ik ga, of ja, dat gaat denk ik niet lukken. Maar ik ga hier een deur plaatsen, dat weet ik wel. Oké, jongens, Liberty die gaat nu pas eten. Wat? Ik had toch net gezegd dat ze eerst moest gaan eten en daarna pas dat ding maken. Nou ja, ze heeft in ieder geval dat muurkunstwerk af. En ik ga nu kijken wat het is. Oh, hartjes verkopen. Fucking kut hartjes. Godsamme. Zo, 540 weer erbij. En ze moet weer energiek worden. Kutzooi. Oh, en ze heeft... Au. Vinger zat klem.
Nou, oké. Okay. We moeten in ieder geval even zorgen dat ze zo meteen energiek wordt. En dat gaan we doen door koffie. Oké, jongens. Liberty die gaat naar haar werk en ze is energiek en ze heeft alles gedaan. Dus als het goed is, komt ze straks thuis met promotie. Daar gaan we dus echt voor, ja. Dat zou heel mooi zijn als ze dat nu kan halen. En Melvin, jij moet even de wc maken, want ik had Liberty net naar de wc gestuurd. En toen ging hij kapot. Ja. Ja hoor, Patricia en Lara zijn uit school en Patricia's cijfers zijn gestegen naar een 10 als gemiddeld. En oké, Lara die heeft een 8, een prima cijfer. Helemaal mooi, tevreden hoor. Ik ben echt een tevreden vader. Ik zie in ieder geval dat Lara honger heeft. Dus Lara, ga jij maar even lekker wat eten. En ik zie ook dat er bedorven voedsel in zit. Dat is zeker dat ding. Nou ja, die kan wel weg. En gaan we dan even een lekker portie pakken van de appeltaart. Patricia, jij kan wel even ook een portie gaan nemen van de appeltaart en daarna, ja, moeten ze maar even een huiswerk gaan doen en dan moeten we maar even kijken hoe het allemaal gaat komen, ja. Ik laat Melvin trouwens die ook een keer iets maken op die houtbewerkingsbank en dan ditmaal een spiegel. Ik ben benieuwd of Melvin dat een beetje lukt en of we daar wat mee kunnen verdienen, want zie, Lara, want zie, Patricia, ik maak gewoon twee keer dezelfde fout. Want fucking Liberty is hier wel een beetje de handigste in huis. Maar Melvin, die wil ik ook wel een beetje wat handig maken. Dus ja. Nou, Melvin die heeft zijn spiegel af. Hij is zelfverzekerd ermee klaar. En ik zie dat Melvin weer honger heeft. Nou, dan neem je maar even weer een stuk appeltaart. Godsamme, joh. Die appeltaart die gaat wel snel zo. Steeds honger. Maar ik ga even kijken hoeveel die spiegel waard is. 350, oké. Ja, leuk prijsje, leuk prijsje. En we hebben bijna... bijna de 5000. Dan kunnen we bezig gaan met een fucking ruimteschip. Oh, dat vind ik echt super vet. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat worden. Oh mijn god. Ik bedenk me ook opeens iets. Ik zit wel doodleuk met Lara en Patricia om dingen te doen. Maar ze moeten fucking ook hun huiswerk gaan maken. Dus ik laat in ieder geval Patricia nu eerst haar huiswerk maken. En die borden die moeten ze ook echt leren opruimen hoor. Godsamme. Nou ja, we wachten ook ondertussen maar even totdat Liberty klaar is met haar werk. Want dan krijgt ze als het goed is promotie. Maar sowieso een heleboel geld. En dan kunnen wij beginnen met het ruimteschip en een beetje achtertuin. En Lara, jij moet ook zo beginnen met je huiswerk. Ik liet haar eerst lezen omdat zij een uur lang geïnspireerd moet spelen op een instrument. En door lezen kan je geïnspireerd raken als het goed is. Dus ik hoop dat dit werkt. Daarna moet ze maar even dus bezig gaan met instrument spelen. En daarna... Kut, ze moet slapen. Oké, nou laat dan ook maar. Godsamme, waarom wil het niet? Ze moet gewoon geïnspireerd raken. En waar is haar huiswerk? Zoek het huiswerk. Wat? Of ligt het dan bovenop haar bureau? Oh ja, gelukkig, hier ligt het. Nou ja, ga eens maar even snel huiswerk maken dan. Dat doet Patricia ook. En daarna mag je gaan slapen. Dus helemaal mooi. Oké, jongens, Liberty is klaar met werken. Ze heeft geld verdiend, maar helaas geen promotie gekregen. En alsnog had ik alles zo goed voor elkaar. Oh, ze zit bijna in de buurt. Carrièreprestaties heeft ze bijna. Oké, dus dat moet nog helemaal groen. En dan krijgt ze promotie volgens mij. Oké, dan heb ik dat verkeerd begrepen. Nou ja, dan gaan we ervoor. En ik zie dat ze gespannen is. En wat moet je doen als je gespannen bent? Juist, op vakantie gaan. Nou, nu we dat uitbreidingspakket hebben, ga ik... Voordat we dat gaan doen, ga ik eerst hetgene kopen waar ik nou de hele tijd voor zit te wachten. De fucking, ja, steampunk vliegding. Oh mijn god, laten we die hier zo achter huis neerzetten. Echt een gigantisch groot ding, is dat maar oké. En laten we ook maar gelijk even een deur plaatsen in ons huis. En dan, daarna gaan we op vakantie, ja, maar eerst even nog dit fixen. Nee jongens, kijk eens aan. Ik heb maar even gewoon doodleuk een deurtje daar geplaatst. En ik heb hier even een prachtig mooi paadje aangelegd. En natuurlijk het steampunk vliegding waar we ook nog $1000 voor moeten hebben. Serieus? Nou ja, ik vind in ieder geval wel een mooi tijdstip om even op vakantie te gaan, ja. We gaan even lekker op vakantie met Liberty en Melvin. En dan gaan we gewoon even de kinderen thuis laten, want fuck hun. Oké, nee, fuck hun niet, maar we gaan even lekker weg, ja. Reizen naar deze wereld moet via de telefoon of computer worden geboekt. Oh, nou, dan gaan we dat dus via de computer doen. Dan moeten we deze hebben. Op vakantie gaan met... Nou, we nemen Liberty mee. En ja, we kunnen de kinderen ook meenemen. Ik zeg dan al net fucking hard van ja, die laten we thuis. Maar hey, YOLO, wij gaan gewoon even met z'n allen een midweekje weg. Ook al moet iedereen werken, dat zal mij een worst wezen. Ik ga gewoon even een vakantietje boeken, ja. Om 10:15 s'avonds. Ja jongens, kijk, daar zijn we. Oh mijn god, wat hebben we hier allemaal? Ik heb hier een kampeerterrein. Ik heb hier hele dure dingen. Wauw, we kunnen dus alleen naar het kampeerterrein. Of hoeveel dagen kunnen we dat doen? 222, is dat mogelijk? Wauw, dan houden we nog 40 symbolium dollars over. Ik bedenk me net dus dat we niet genoeg geld hebben om te gaan reizen.
Juist, ja. We moeten dus eerst geld gaan krijgen, willen we echt op vakantie. Nou jongens, dat was echt een gigantisch leuke vakantie. Daar heb ik van genoten, ja. Vonden jullie het ook een leuke vakantie? Oh, fuck dit, ik val zo hard hierin, hè. Nou, dan moeten we dus even zorgen dat we wat geld krijgen, ja. Oh. Nou ja, dan moeten we maar de avond doorkomen met wat schaken. En ik zie trouwens dat we ook allemaal moeten gaan slapen. Oké, anders moeten we dat maar even gaan doen. En Melvin, jij moet even geconcentreerd worden voor jouw werk. Dan krijg je namelijk even wat prestaties en zo. En dan hoop ik dat ik ook snel kan promoveren. Maar daarvoor moeten we dus eerst even gaan slapen. Laten we dus allemaal gaan slapen. Ik zie trouwens al dat Patricia aan het slapen is. En Lara, die eet nog even wat. Die is ook fucking moe, maar ja, ze moet ook eten. Oh, ze ruimt ook eerst op, zie ik. Oh mijn god. Nou ja, dat maakt mij niks uit. We wachten wel tot alles voltooid is, ja. Nou jongens, iedereen is weer wakker in huizen. Melvin en ikzelf ga even bezig met een ontbijtje. Liberty, die is even naar de wc gegaan en die gaat nog dat laatste stukje appeltaart pakken. Patricia, die is al een tijdje wakker. Die heeft net even gegeten en die heeft gewoon alles in principe lekker groen en daar ben ik tevreden over. Ik kan nog wel even misschien zorgen dat ze geconcentreerd raakt en dat kan door een bedachtzame douche. Dus daar gaan we even voor. En Lara, die zit op de wc. Die moest fucking nodig schijten. Dus dat gaan we ook even doen. En die moet dan na het douchen, zie ik. Maar nee, wij moeten zorgen dat we nog even wat geld in het laadje krijgen. Want wij willen natuurlijk wel nog even een keertje op vakantie gaan. En dat gaan we dan wel de volgende aflevering doen. Ik had echt dat uitbreidingspakket gekocht. Ik dacht van, yes, nu kunnen we op vakantie. Kost het fucking veel geld. Dus we moeten echt zorgen dat we echt een miljoen krijgen. En oh mijn god, anders gaan we gewoon even een meubel maken. Gaan we gewoon even weer voor een eettafel, ja. Ga maar even een eettafel maken. Krijgen we in ieder geval weer wat geld. Dan doen we dat. En Melvin, what the fuck? Hallo. Ho, hey. Dit is niet gevaarlijk. Dit is super gevaarlijk. Jongens, hier, hij loopt ook gewoon weg van, oh, is niks aan de hand. Nee, een beetje vuur. Ah, kan gebeuren, toch? Fucking niet. Liberty, als je klaar bent, ga je dat ding maken. Holy shit. En daarna mag je trouwens wel wat eten. Oh, en Lara is naar school gegaan, zie ik. En Patricia, die is ook naar school. Ja, kijk, nou, die zijn dus in ieder geval bijna naar school. En dan zijn we dus nu weer met z'n tweetjes alleen thuis. Nee! Nee. Kut. Shit, sorry, dat meen je niet. Nee. Liberty, jij moet fucking veel dingen gaan maken. Maak nog een eettafel. Je hebt net al een eettafel af, maar maak fucking nog een eettafel. Oh, dan moet ik hem eerst verkopen trouwens. Ja, hoeveel heeft dat ding opgeleverd? 773. Nou, gelijk verkopen en ga gelijk nog eentje maken. Want fucking hell, dit is niet gezond. Shit, sorry. We moeten dus even zorgen dat we vies wat geld krijgen. Oh mijn god, Melvin moet ook gaan werken zo. En ik heb helemaal niet meer gezorgd dat hij geconcentreerd raakt. Kutzooi, ga nog proberen geconcentreerd te raken, Melvin. Probeer het. Toe. En hij moet werken. Kutzooi. Oké, nou, ja, ga dan maar werken. En ga jij zo verder met die eettafel? En we hebben weer royalties. Oké, dat is fijn. Maar Melvin gaat na zijn allereerste dag werken. Ja, ben benieuwd hoe dat gaat worden voor hem. We zien het vanzelf wel. Klanttevredenheid. Een verbolgen klant neemt contact op met Melvin en vraagt geld terug voor haar nieuwe smartphone. Hij kan de klant een aankoopbedrag gewoon retourneren en weer verder gaan waar hij gebleven was. Of haar probeert te kalmeren en haar door het probleem heen te proberen te praten. Geld teruggeven, dat is meestal wel zo eerlijk. Wat een geweldige service. Ja, we hebben een kleine prestatiegroei. Helemaal mooi. Zo, dat is mooi om te lezen. En ik zie trouwens dat fucking... Nee, ze moet ook gaan werken. En ze moet trainen en ze heeft nog helemaal niet getraind. Oh mijn god. Ja, nu gaan we dus nooit weer die prestatie krijgen. Nee, kut. En dit is ook kapot. Ik moet gewoon zorgen dat Lara even gewoon ouder wordt. Dat ze niet meer naar school moet. Dat ze even ook gewoon dingen thuis kan doen. Want het gaat helemaal niet goed hier. Godsamme. Zoveel dingetjes. En ook nog 120 miljoen dollars voor die fucking schoonmaker. Kom op, doe dit even snel. Doe snel. Ja, het is 50%. Nee. Nou ja. Wat hebben we nou weer? Hé, cijfers zijn gestegen en Patricia komt net uit school. Ze is een van de beste leerlingen. Helemaal mooi. Oké, nou, die zijn dus thuis en fucking hell. Het gaat niet 100%, nee. Missie kiezen. Liberty krijgt de kans om de volgende missie van haar team uit te kiezen. Ze kan ofwel haar astronaut om een belangrijke maar riskante missie te sturen in de uithoek van de ruimte. Of ze kan hen een eenvoudige verkenningstocht dichtbij huis laten maken. Welke missie moet ze uitkiezen? Missie waarbij veel op het spel staat. Kleine prestatiegroei. Kijk. Het levert goed werk. Ja hoor, helemaal mooi. En mensen, ik wacht even tot Melvin klaar is met werken. En daarna is het nou weer het einde van deze aflevering. Ja, aan alles komt een eind, hè, helaas. En we zijn nog niet op vakantie geweest. Daar baal ik echt van. Nou jongens, Melvin.
Alvin, zijn eerste werkdag zit erop. Hij heeft 250 simoleon dollars verdiend. Hij moet weer gaan gamen en hij heeft bijna de promotie. Oké, dus daar gaan we voor. En in ieder geval, mensen, ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze aflevering. Helaas zijn we niet op vakantie geweest, maar ik heb wel weer genoten. Heb je ook genoten? Druk op de blauwe duimpje omhoog. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En als jij nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan eens snel knopje abonneren hier beneden. Dan ben je altijd op de hoogte van video's. En dan heb ik nog maar eens zeg tegen jullie dat het is. Doei, mensen!